Hallo allemaal, vandaag voor jullie een top of flop video van deze haar extensions van Frank Provoost. Sorry mijn make-up, ik heb echt vandaag een beetje een bad make-up day. Mijn foundation is dan ook nog iets te donker en beginnen oxideren op mij. Maar goed, en mijn Halloween background is nog steeds aanwezig. Sorry, ik had nog geen tijd om hem weg te doen. En ik wou wel echt filmen. Dus ik dacht, ja, voor één keer zal ik hem nog even laten staan. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Maar vanaf volgende video is het terug allemaal roze en glitter en leuke dingen op de achtergrond. En niet zozeer de Halloween dinges. Maar goed, over naar deze hair extensions. Dus ik had deze zien liggen in Kruidvat. En deze kostte €29, 99, 95. Pak ongeveer €30 voor deze hair extensions. Ze hebben ze in 6 kleuren. Dus het staat hier op de verpakking welke kleuren dat ze allemaal hebben. Dus een heel erg lichtblond. Natuurlijk blond, dat is eigenlijk de kleur die ik heb gekozen. Dan een kastanje goudbruin. Een diep bruin, inspirerend paars staat erbij, maar het is wel een beetje roze. En dan diep zwart. In mijn kruidvat hadden ze niet alle kleuren, maar deze kleur lag er wel bij. En dit is, denk ik, hoop ik vooral, de kleur die het beste bij mijn haar zal passen. Dat is het nadeel, vind ik wel, van deze extensions. Ze zijn zeer goedkoop, maar je hebt maar 6 mogelijke kleuren. Dus je moet eigenlijk een beetje gaan zien of je in deze kleuren past. Wat staat er nog op de doos? Dat is dat het een professionele vezels zijn. En kapperskwaliteit. Dus dat belooft enorm veel. Er staat ook in dat het onzichtbare clipjes zijn. Die je dan moet gebruiken om de hair extensions aan te brengen. Ze blijven goed zitten. Dat staat er ook nog op. Wat staat er nog op? Dus deze kunnen gewassen worden en bewerkt. Dus bewerkt bedoelen ze mee dat je stijltang of krultang kan gebruiken. Tot en met 170 graden. Dus dat is wel interessant om te weten. Ik denk dat het wel synthetische haren zijn. Maar je kan je haardroger, je stijltangen gebruiken, je krultangen gebruiken. Maar wel maximum 170 graden. En je kan ze ook wassen. Dus dat is altijd heel positief. De lengte van deze lokken zijn 65 centimeter. Ik weet niet hoe dat je dat moet gaan zien. Maar dat zullen we zo dadelijk samen zien. Wat zit er dan nog in de doos? Er zitten verschillende groottes van haarstukjes in. 2 keer een stukje van 15 centimeter. 2 keer een stukje van 10 centimeter. En dan nog eens 2 keer een stukje van 4 centimeter. De lengte van het haar dat hierin zit is 65 centimeter. Dus dat zit er allemaal in. Er staat ook nog op de achterkant een handleiding van hoe je dit juist gebruikt. Maar het is vrij logisch, denk ik zelf. Dus ik ga hem nu voor jullie uit de verpakking halen en eens testen. Oké, dus dat is het haar. Ik denk dat het best nog wel bij mijn haarkleur past. Het is niet ideaal. Ik heb natuurlijk ook een haarkleur waar heel veel schakering in zit. Dus zo ziet het haar eruit. Op het eerste zicht voelt het dik aan. Je voelt wel duidelijk, ja, het zit nu natuurlijk nog in het netje, dat het wel synthetisch is. Maar ja, dat was wel te verwachten. Het zit van achteren vast met van die dingetjes. En die ga ik nu even uit de verpakking halen. Als dat lukt, want het zit precies een beetje vast. Zo, en dit is het haar, dus het is echt wel heel erg lang. Het voelt heel erg synthetisch aan, dus het voelt wel echt fake aan. Het voelt een beetje als Barbie haar. Het is niet zo heel dik, het is ongeveer, ja, dit is de dikte. Het voelt wel zacht aan, het ziet er niet echt uit, dat ga ik wel eerlijk zeggen. Maar natuurlijk, je hebt er maar €30 voor betaald, je kan niet verwachten dat het dan een uitzonderlijke hoge kwaliteit is. Ik ga eens kijken. Hè. Dus dit is zo een clipje. Dit is zo één clipje met 3 clipjes in. 2 clipjes van 1 clipje. Die zijn waarschijnlijk voor aan de zijkant.
Nog eentje met 3 clipjes. Oeh, zo heb ik een baard. Wat ben ik toch sexy en snor. Oké, we gaan deze nu nog niet voor lippenstift hangen, hè. Oké, dus deze. En dan heb je nog met 2 clipjes in. Heb je er ook 2 van. Dus van elk heb je er 2. Oké, we gaan beginnen. Dus we moeten eigenlijk eerst het haar verdelen. Zodanig dat we daar een eerste band mee kunnen aanbrengen. Ik ga nu het clipje met het langste haarstukje met de 3 clipjes gebruiken. Ik heb mijn haar al gesepareerd, of hoe noem je dat? Ja, ik ben niet zo goed in haardingen. Ik zeg het er nu al bij, want ik ben geen specialist in haardingetjes doen. Dus ik ga nu deze aanbrengen. Ik hoop dat het lukt. Ik ga om te beginnen de clipjes openzetten. Zo. En ik ga deze aanbrengen. Deze zit erin. Dan een beetje meer haar loslaten. Dan de clipjes van 2, die moeten hier een beetje aan de zijkant. Dus daar ga ik nu hier een beetje haar voor loslaten. En dan de laatste 2, die zou je eigenlijk hier aan je slapen moeten doen. Dus dat ga ik nu ook doen. Oeps, ik ben er wel niet zo heel goed in precies. Ik heb gezegd dat ik ben echt niet goed in haardinges. Zo, ik heb ze min of meer erin gekregen. Ik zal jullie direct nog even het volledige resultaat laten zien. Maar ik denk dat de kleur min of meer wel oké zit. Het voelt voor mij heel erg vreemd om ineens zoveel haar te hebben. Je voelt de clipjes ook wel zitten. Het is niet echt extreem zwaar of zo. Ik denk dat ik nog wel wat moet oefenen om ze goed in te steken. Want nu was het voor de eerste keer nog wel even zoeken. Ja, wat vind ik ervan? Is dit een top of een flop? Ik denk voor deze prijs dat het wel een top mag zijn. Je ziet wel dat het synthetisch is, maar ja, je betaalt natuurlijk ook maar 30 euro ervoor. Brengen ze gemakkelijk in. Voorlopig is het nog vrij moeilijk om ze in te brengen, maar ja, het is de eerste keer. Zou ik het elke dag doen? Nee, zeker niet. Het is wel eens leuk voor een feestje of zo, denk ik. Als je zo eens veel en lang haar wilt, dan is dat misschien wel fijn. Ook de kleurschakeringen waarin ze komen, vind ik zelf ook niet zo uitgebreid. En dat maakt het ook wel jammer. Maar als hij in een kleurcategorie past, denk ik dat het wel eens leuk is om te testen. Goed, ik ga jullie nog even een achtershot laten zien. Ik hoop dat de clipjes niet zichtbaar zijn. Ik voel ze zelf wel heel hard zitten. Maar ik weet natuurlijk niet, wop, ik ben dat niet gewoon, dat lange haar, hè, of je ze kan zitten. Het voelt niet super zwaar aan, maar het voelt wel, je voelt wel dat er iets aanwezig is. Dus ik ga nu even recht staan en ik ga jullie laten zien.